Henk Vos krijgt vleugels. Alsof er geen vervelend jaar geweest is. Hij bespeelt het publiek en slaagt er in zijn eentje in om de Kuip te laten veranderen in één kolkende massa. Het legioen klapt de handen stuk voor Henk. Ik mag wel zeggen dat ik daar trots op ben. Ja, het is niet voor iedereen weggelegd dat er een boek uitgebracht wordt. Maar voor Henk Vos dus wel. Schrijver Eddy Jansen uit Stamperschat vond de carrière van de spits boeiend genoeg om er een boek over te schrijven. Henk Vos, enfant terrible. Henk kon een lastige jongen zijn. Hij is, naast het veld is hij de rust zelf. En in het veld verandert hij in een veldheer die de strijd wil winnen. En dan gaat hij wel eens ver. Ah ja, lastig manneke. Kijk, iedereen die, die betaald voetbal speelt, die wil alles winnen wat er te winnen valt. En ja, als je dan eenmaal op dat veld staat, dan verander je inderdaad. En dat is misschien wel het karakter van mij, dat ik buiten het veld anders ben dan op het veld. Henk maakte altijd wel oorlog, of probeerde altijd wel de boel dusdanig te motiveren dat er wat gebeurde. Als er iemand is die het verdiend heeft, dan ben jij. Ik vind het fantastisch. Ik hoop op een deel 2, dat lijkt me ook leuk om te lezen. Dit gaat slechts over het voetbalveld. Dat lijkt me ook best wel leuk. Dat heb ik met Henk van tevoren afgesproken. We gaan een voetbalboek schrijven, wilde ik ook. Want als ze willen schrijven over vechtpartijen, privé, over wat dan ook, dan moeten ze mij niet hebben.